Gisteren in Lang Leven de Liefde. De wensen van Blanca en Peter schuiven naadloos in elkaar. Jij wil aan die kant. Ja. Kijk, dat komt goed uit. Zelfs daarop hebben ze ons gematcht. Zo. Al krijgt Blanca wel meteen serieuze concurrentie. Mijn moeder zegt, wat een stuk. Als jij niet wil, wil ik hem wel. Ben serieus? Ik hou hem. Dena doet al urenlang haar best om de ware Dirk te ontdekken. Ik wil ook heel graag van alles over mezelf vertellen, maar... Korte krachten. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Gesloten. Ja. En de buitenkant nodigt ook niet echt uit. Ik voel me niet aangetrokken tot hem. Gosh. Het is echt een lieve jongen. Maar ik val niet op een jongetje. Nee. En wat me ook een beetje tegen de borst aan staat, is hij vrachtwagenchauffeur. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Dena en Dirk begonnen deze 24 uur met een bloem. Een cadeau van Dirk dat volgens hem staat voor het begin van hun relatie. Het moet nog gaan bloeien. Maar zitten ze beiden wel op hetzelfde spoor? Ja, ik vond het heel gezellig met jou. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de klik niet voel. Maar dat is wat het is. Ja. Ben ik jouw type? Nee, niet helemaal, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel warm van je word. En dat is ook wat het is. Ja. Ik heb de afgelopen 24 uur heel gezellig gehad met je. Maar ik denk dat ik meer een man zoek die naast me staat. Die gewoon binnen Nederland werkt. Ja, ook dat wordt heel lastig. En over die plant gaat de zon niet groeien. Nee, dan zijn we er wel uit, denk ik. Dat denk ik ook. Zullen we ook knuffel doen? Zeker. Nou, dankjewel. Goed gelukt. Ja. Nou, beste. Ik hoop dat je een leuk meisje vindt. Jij ook. Veel succes. Komt goed. Met je zoektocht. Doei. Dena heeft behoefte aan een leuke vent die lekker iedere avond bij en tegen haar aanschuift. Wil jij dat zijn? Geef je dan nu op. Dirk houdt ons adres nog lekker in zijn navigatie. Want zodra er een melding komt van een leuke match, rijdt hij zo weer deze kant op. Dus dames, geef je op. Ja, begin jij maar. Hoe heb je het beleefd? Ja, ik heb het heel leuk beleefd met jou. Oké. En... Ja, dat had ik over eigenlijk vanaf het begin, van dat ik hier binnenkwam eigenlijk, had ik eigenlijk al zoiets van yes. Ik denk, nou, dat is een apart typeje met een roze haarhoedje. Ja. Nog een beetje zitten zoenen. Ja. Dus ja, ik zou met jou willen verlengen om toch te kijken wat er nog meer uit te halen valt. Voor mij hetzelfde. Eigenlijk was ijs meteen al gebroken. Ja, ik kan wel zeggen, dat match is wel gelukt. Ja, het is wel. Ik zie de match inderdaad wel heel erg goed. Kijk, misschien ken ik de dingen van jou leren. Dat de romantisch waar we het over hadden en zo. Ik vind het leuk romantisch. En jij bent een hork, want jij bent het niet. Ik ga mijn best in ieder geval doen, sowieso. Ja, precies. Ik wil kijken wat de toekomst kan brengen. Ja. Misschien worden we samen wel oud. Ik hoop het. Nee, doen we. Ik heb er zin in. Ja. Kijk, bestaat nog wel voor ons, hè? Ja. Maar ik ga het wat open trekken, nou. Oh, kijk. Wat wel gevierd worden. Champagne. Heerlijk. Lekker ding? Ja, jij ook, zeker weten. Eén, twee. Hey! Dat was een knal. Oh, mijn god. Met je nieuwe liefde bubbelen op de bank? Dat ziet de 21-jarige Cassidy uit Den Bosch ook wel zitten. De zangeres heeft na 3 verbroken relaties genoeg inspiratie voor een album of 3. Maar is hier voor die ene fijne vent? Alsjeblieft, laat me niet meer weggaan. De meeste jongens deze tijd zijn niet meer serieus. Ik heb zo vaak jongens, ik wil mee trouwen. Dan denk ik, ja, dat is gewoon voor mijn uiterlijk. Maar ja, ken je me wel? Ah, wat cute. Als ik een knappe jongen zie staan, loop ik gewoon op af. Ik ga niet eromheen draaien. Nee, als ik iets wil, dan loop ik erop af. Ik zoek een man die langer is dan mij. Hij moet een beetje spontaan zijn. Hij heeft blauwe ogen. Ja, tattoos ben ik ook niet vies van. Vind ik wel mooi bij een jongen. Ja, ik hoop niet dat het een stille is. Een stille Willy of zo. Bij mij moet je wel echt doorpraten, anders doei. Ik hoop niet dat hij al komt. Nee joh, Mano is niet het type dat even snel naar binnen wipt.
Deze 20-jarige ZZP'er in de bouw is nu een jaartje alleen en dat is een bewuste keuze. Want met dit mooie koppie krijgt hij meer dan genoeg interesse. Op social media krijg ik wel heel veel aandacht. Buiten word ik ook regelmatig aangesproken. Eigenlijk ben ik wel een flirt. Ja, ik ben er niet vies van. Ik maak 9 van de 10 keer wel eerst oogcontact. Als het oogcontact terugkomt, dan wacht ik even 1 of 2 minuutjes. En dan loop ik er wel op af. Dan ga ik wel verhaal halen, zeg maar. Ik zoek een leuke meid, spontane meid. Het liefst wel met tatoeages een beetje. Daar hou ik wel van. Het moet wel goed verzorgd zijn. Netjes eruit zien. Niet afgetrapt. Niet ongedoucht of niet je haren gedaan. Niet je tanden gepoetst. Nee, dat is het grootste afknappen. Mooi postuur. Gewoon slank, sportief. Meestal opgespoten lippen. Een beetje echt wel van die modelletjes, zeg maar. Hey. Hey. Je had een bekend koppie. Heb ik een bekend koppie? Ja, ik zweer het. O jee, dat is niet goed. Oh, Manu. Ja. Ben ik de meen je? What the fuck? Hallo, lieve schat. Was ik jouw soort type? Ja, oh, wel. Echt? Ja, jij de mijne ook, hè? Ja. Ja. Dat meen je niet. Eerst contact via Insta allemaal, maar dat nooit. Is wel, dit is wel echt raar, hè? Ik zweer het. Zo, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, goed. Lekker awkward. Ja, ik heb Bacardi meegenomen. Ja, helemaal top. Dus ik dacht echt van, oh, zo komt zo'n boer of zo. Dan denk ik, ja, dan ben ik de lul. Ah, dat valt wel mee, toch? Waarom heb je hiervoor aangemeld? Ja, waarom heb jij hiervoor aangemeld? Ja, dat weet ik veel. Ja, ik ben gewoon niet goed in liefde zoeken. Nee? Ik zweer, ik ben gewoon zenuwachtig. Doe jij maar gewoon. Ja, we zouden al een keer wat gaan doen. Dus ja, nou, daarom nou komt denk het mooi uit. Ja, dat vind ik wel echt... Ik had jou hier ook niet verwacht in ieder geval. Nee? Nee. Jij krijgt genoeg aandacht, toch? Jij hoeft niet mee te doen, toch? Ja, maar weet je, dat is het hem juist. Al die aandacht via Insta, dat is niet meer leuk. Ja, dat is niet echt. Nee, snap je? Dat is allemaal voor een keer wiepen of weet ik veel. Hou doe. Dat heb ik allemaal niet nodig, hoor, zo eentje. Wel lief, hoor, die Rosa. Kijk, ik kom wel groot uitpakken en zo. Maar ja, dadelijk zat ik hier met iemand die niet leuk is. Ja, ik dacht gewoon Bacardi voor de zenuwen. En als iemand niet leuk is, dan ken ik mij gewoon een klem met dat poster. De tering zo. Ja, het is wat. Manu en Cassidy hebben elkaar al een keer uitgecheckt op Instagram. De buren vinden het veel leuker om elkaar van heel dichtbij te bekijken. Ik ga lekker tegen je aan. Vind je dat goed? Oh, jij. Ja, heerlijk. Ja, ik denk, vraag het maar. Nou ja, ik ben in ieder geval ook blij dat we de eerste 24 uur leuk hebben vermaakt. Ja, zeker. Dat sowieso. Zeker. En heb je kriebels? Ja. Ja? Als ik zo bij je ben, wel ja. Ja, hè? Dan voel ik dat wel. Dus die chemie is er wel. Kriebels, zenuwachtig en ik weet niet, alles tegelijk. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar wel een lekker gevoel. Ja, dat wel, ja. Zo inderdaad even wennen. Zo tegen een wildvreemde man aan te zitten. Maar je bent wel een goede match. Wat zei je? Ja, ze hebben wel goed gedaan, hè? Goed hun werk gedaan. Dat is wel echt raar, hoor. Ik zweer dat. Dit zou ik echt niet aankomen. Ja, was mijn moeite van wat vorige heb je keer nog toch meer? Wel wat waard. Ja, je kon naar beneden toch nog? Echt? Waar heb je dat dan? Ja, geen idee. Dan gaan wachten komen. Hoe vaak hebben we nou met elkaar gezegd dat we zouden afspreken? Ja, vaak genoeg. Oh, wat cute. Ach. Ja, het is zo dat mensen zeggen van... ga jij maar op de bank slapen. Mm-hmm. Ja, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik ook niet doen. Nee. Dat ga ik ook niet doen. Dat gaan we niet doen. Word je als type? Nou, gewoon lekker verzorgd, weet je, opgespoten lippen en zo. Ja, ja, ik daar hou ik van. Echt? Ja, dus ze hebben het wel goed gedaan, vind ik. Ja? Ja, en Dank je. Ik ga wel buiten zitten, ik weet niet wat jij gaat doen. Maar je ziet wel anders in het uit, hoe heet dat? Anders in het echt uit. Ja? Ja, dat wel. Wat dan? Nog knapper. Ja, dankjewel. Jij ziet er ook helemaal top uit. Maar hoezo ben je single dan? Nou, hoezo ben jij single? Ik heb het nog niet gevonden. Ik ook niet. Nee? Dan zit ik hier niet. Zitten we hier met dezelfde reden? Hetzelfde probleem. Hetzelfde probleem. Ja, vind je het probleem? Ja. Ik vind de relatie wel hebben leuk. Ik vind het wel gezellig. Alleen liefde zoeken in deze tijd is echt moeilijk. Dat wel. Dat klopt. Jij bent wel een man waar ik verliefd op zou kunnen worden. Goed zo. Zeker weten. Wie weet, gaan we hier verliefd weg? Ik hoop het. Zou wel leuk zijn. Kriebeltjes zijn er hier ook. Oh, die heb ik zeker. Die zijn er al. Dat worden nou misschien vlindertjes. Eigenlijk heeft het mijn verwachtingen overtroffen. Eigenlijk op alle vlakken
klopt het gewoon op alle vlakken, ben je wat ik eigenlijk hoopte dat je was. Ja, ja. Ja, behalve dat het romantisch is niet, hè? En je ziet er verder niet uit, maar goed, het gaat om de kracht. Maar ik zou er wel alles voor doen om jou naar je zin te maken, dat wel. Dat heb ik me wel voorgenomen. Ja. Dan ga ik mijn best doen om jou gelukkig te maken. Poeh. Daar doen we het voor. Zeker weten. Maar wat zijn je intenties een beetje dan? Ja, ik zoek wel iets serieus. En, kut, heel de huis bij me! Kutje! Die bank! Oh. Ik doe niks meer, ik doe niks meer. Kom, 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 kom. Moet ik even een doekje voor je pakken? Nee. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Nee, wat zijn er voor afgelaten? Is dat proeven? Ja, proef maar eerst. Schat, heel de huis! Jongen, ja, ik zit ook helemaal onder. Zullen we die natte kleren even uitdoen? Ja. Peter en Blanca voelen zich al helemaal een setje. En hebben zelfs al de goedkeuring van Blanca's moeder. Want die mag mee op een eerste vakantie. Maar aan de kant van Peter is er ook nog iemand met een belangrijke mening. Vertel. Nou ja, vertel jij eens even over de visite die zo komt. Wat kan ik verwachten, denk je? Wat jij kan verwachten? Dat ik wel in hun straatje pas. Ja, ik weet wel zeker. Dat we wel gaan mogen. Ja, 100%. Ja, jij past zeker in hun straatje. Ja. 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 Dat gaan we niet aan het huilen maken, hè? Ik zie het. Word je emotioneel, schat? Ja, een beetje. Maar ga je niet. Zijn tranen van geluk, hè? Denk het wel, ja. Tuurlijk. Ik hou daarvan als een man ook zijn emotie kan tonen en kan huilen. Je bent pas een echte kerel als je ook je emotie kan tonen. Dat vind je juist nog leuker. Ja, toch? Oké, daar gaan we dan. Blanca gaat kennis maken met Alice, de ex van Peter, haar nieuwe man Tom en de hond. Dit kan wel eens gezellig worden. Vork weer klopt dan. Hussie, hallo lieverd. Hey. Hallo, voorstel, ik ben Blanca. Tom. Hoi. Hoi. Hallo, Blanca. Hoi. Ja, joh. Gewoon kussen. Ja, toch? Leuk. Leuk. Ah, hallo, knapper. Nou, en was het gelijk toen jullie elkaar zagen? Ik kwam binnen, hij zat er al. En ik zag die glimlach, die big smile. Ik dacht, dat zit goed. Ja. Ik zag gelijk van, gelukkig, hij is leuk. En wat had jij dan een beetje doorgegeven? Wat wilde jij dan, zeg maar? In ieder geval prettig gestoord. Ja, ja. En romantisch, maar ja, dat is hij dus niet. Nee. Maar dat kan je leren. Dat kan je leren. Kan ook. Cassidy en Mano hadden elkaar al een keer ontdekt op de socials en daar een beetje gechat. Maar een date in real life is er nooit van gekomen. Zou het soms het lot zijn dat hij nu toch bij elkaar heeft gebracht? Wat wil ik bereiken? Gewoon heel imperium bouwen, weet je. Ik heb een eenmanszaak voor mijn naam. Imperium, wat is dat? Imperium, gewoon heel bedrijf, gewoon heel helemaal groot. Oh, een eigen bedrijf. Ja, tof. De bouw, alles al met bouw te maken. Weet je, ik wil gewoon even anderhalf jaar, twee jaar werken en dan lekker achterover leunen en dan lekker voor me laten werken. You never know. Wacht even, dat is... Zet een spelfout in. Knol. Kan je nou niet niks hard op zeggen, hè? Ik weet. Ik weet het. Never know how strong you are. You are until you until being strong is the only choice you have. Kappen nou. Nee. Hoe heb je dat zelf niet gezien? Ja, ik zag het pas toen ik thuis kwam. Toen ik in de spiegel keek. Voor iets getatoeëerd, dan kijk ik er toch eens naar. Ja, maar toen zag ik het toch niet. Toen zag ik het er gewoon. Toen zag ik het er gewoon. Oh, ze haalt me. Denk nooit meegemaakt, hoor. Nou, blijkbaar is het zo'n avond, want we hebben nog nooit een stel zien dineren met de ex van een van de vrijgezellen en haar nieuwe partner. En ook daar wordt er tot nu toe heel wat afgelachen. Dus jullie waren 3 jaar samen toen jij op je knieën ging? Ja, daar ging echt niet op zijn knie, hoor. Nee, dat niet. Nee, hoor. Ja. Hij is dus ook een hork, ook niet romantisch. Ik noemde mijn hork. Ja, is toch zo? Ja. Kom hier, ik wil jou knuffelen. Oh, mooi, hè? Dat vind ik wel leuk. Vind je nu al leuk? Oh, leuk.
Wij worden vriendinnen, echt waar. Dat denk wij ik ook. Wij worden dikke vriendinnen. Ja. Hus? Ja, wij worden ook vriendjes. Ja. Duim op, alsjeblieft. Hij werd er net emotioneel. Nou, ben je gewoon heel blij. Hij werd emotioneel er net op de bank. Ja, kijk, hij wordt je alweer. Kijk, daar wordt je alweer. Niet doen. Mag. Mag. Ja. Ik hou daarvan. Daar houden we van. Emotioneel wordt, ja. Ja. Van. Ja, maar dat hoort ook zo. Zelfs ik heb gehoord. Ja, ik zag het ook. Ik vind dat leuk, weet je. Als iemand daardoor gewoon... Ja. Dat zegt genoeg. Dat, als ik dit zie, dat zegt mij genoeg. Hoe ben je met de meid dan? Ben je jaloers? Ja, je bent jaloers, hè? Ik zie haar kop. Nee, ja, ik ben ja, ook jaloers. Ja. Ja, ik ben wel jaloers, ja. Maar jaloersie is ook niet gek. Kijk hoe je eruit ziet. Nou... Hoezo, jij bent een knappe jongen. Ja, dus? Voor vrouwen is het altijd anders. Weet je, dus, ja. Hoezo? Bij vrouwen is het altijd anders. Gewoon niemand eraan komend. Niemand eraan komen. Ja, hoezo, bij jou toch ook niet? Ja, maar dat is toch anders? Mag iemand wel aan jou komen? Ik kan toch voor mezelf opkomen? Ik ga gewoon op de vuist dan met de jongen. Ja? Ik doe ja, mee. Als hij mij aanraakt, stop gewoon hoor. Ik wil een serieuze man naast me eigenlijk. Of een serieus ventje. Ach, kappen nou hè, met je ventje. Ja, je bent ook een ventje. Anders slaap je wel alleen vanavond. Ik geef toe. Anders slaap je wel alleen vanavond. Nou, als het zo gezellig blijft, maken Peter en Blanca er nog een logeerpartijtje van. Zijn ex en nieuwe geliefde zijn nu al twee handen op één buik. Ja, hè. Je twee vrouwen in je leven. Nee. Drie, we hebben er drie, hoor. Ja, lieve, wie is dat? We hebben er inderdaad drie. Ze was gisteren zo moe. Dat ik haar vandaag de hele dag niet gezien heb. Oh, echt? Ja. Ik ga ook de waterkant, hè. Kom maar. Goed zo. Hey. Nou. Ja, toch. Goed zo, jongen. Eindelijk. Hè? Ja. Gun het je zo. Zo. Je zat er vanmorgen ook op de schommelstoel. Ja? Ja. Nou, ze lekker, dat ze lekker in mijn armen. Oh. Ja. Oh, wat lief. Ja, maar ja. Ja. Ik denk, ja, jeetje, mensen zeg. Ja, maar dat is toch fijn? Af en toe weet je dan weer een houding te geven, weet je wel. Ja. Het is een wereldwijf. Ja. We kennen echt, we gaan elkaar al die knuffel. We kennen vriendinnen met elkaar worden. We hebben zoveel dingen gemeen, jongens. Nou, heerlijk. Dat is niet normaal, joh. Ah, ja, dit heb ik wel getroffen. Nou. Vind ik tenminste. Nou, ja, ik zie het toch. Ja. Ik zie het toch, jongen. Ik hou van je. Nou, zo is dat. Nee. Ach. Ik ga even bellen, ja? Ja, doe je ding, joh. Cassidy heeft nu een paar uurtjes doorgebracht met die knappert van Insta... en wil deze onverwachte ervaring graag even delen met haar zus Cheyenne. Ja, weet je wat het is? Nou, hij zegt om de 5 minuten. Ach. Ja, dan moet je zeggen, ach. Wat moet terug doen, hoor. Echt graag. Maar ik heb zo'n gevoel dat hij helemaal niet serieus is. Nee, maar dan kan je toch gewoon vragen hoe hij zich thuis verschudt... als hij zegt, ja, ik ben hier alleen voor lust. Dat gaat hij ook niet zeggen, geloof me nou. Hij gaat wel zeggen, ik ben hier voor serieus. Tuurlijk gaat hij dat zeggen. Ja, dan moet je zeggen, nou, ik merk niet veel van jouw kant. Luister naar mijn wijze woorden. Oké, ciao, ciao. Snel, hè? Ja, echt wel. Leuk, ja. Leuk. Missen. Nee, leuk toch? Ik had het niet willen missen. Leuk, Tony. Ja. Ja, toch? Hey. Zij wordt mijn bruidsmeisje. Ja? Oh, heerlijk. Met een van de velen. Ja. Dit wordt de bruids... Ja, die komt de ringen brengen. Nou, wel thuis. Ja. Rij voorzichtig. En, nou ja. Doei. Doei. Yes. Doei. Hussie. Ja. Wat een schatten, zeg. Maar niet zo schat als jij. Ach. Hoe kan het dat dat zo blijft hangen in je hoofd? Ja, ik heb geen idee. Huh? Dat is toch niet normaal? Ik heb geen idee. We gaan even praten. Ja, we gaan even praten, schat. Oké, ben je een lustpersoon? Of ben je echt van... Nee, ik zoek wel wat serieus. Ik ben gewoon op serieuze dingen. Ja, ik ook. Nee, mensen, er zit wat dwars bij je. Hmm? Er zit wat dwars. Ik moet je nog steeds wat beter leren kennen, dus je moet ook meer... over je eigen vertellen. Maar wat wil je weten? Je stelt toch geen vragen? Ik stel heel de dag vragen, je stelt helemaal geen vragen. Jawel! Wat wil ik je ben weten? De hele dag tegen jou aan het praten. Wat wil je weten? Je vertelt nooit echt verhalen uit jezelf. Maar wat moet ik vertellen dan? Ja, maar dat is het. Ik ben echt een prater. En ik ben nooit... Maar dan moet je toch een gesprek aangaan. En waarom zouden ze ons gematcht hebben?
Ja, ik weet niet. Allebei dezelfde aantrekkelijkheidspunten, denk ik, weet je. Jij vindt tato's aantrekkelijk, ik vind het aantrekkelijk. Je ziet er echt top uit. En jij luistert niet, Mano. Cassidy wil een gesprek, geen complimentje. Buurman Peter heeft gelukkig wel op zitten letten. En goed in zijn oren geknoopt dat hij zojuist is weggezet als onromantische hork. Nou, hij zal Blanca eens even iets laten zien. Nou. We hebben ook geen picknick hebben gehad, natuurlijk. Oh, kijk dan. Oh, wat mooi. Oh, wat leuk. Jij ziet er trouwens ook mooi uit. Dank je wel. Zeker weten. Dank je. Ik heb nou eindelijk een lekker wijf. Hè? Ja, en ik een knappe, lieve gozer. Kom, gaan we lekker zitten. Oh, geweldig. Staat lekker champagne. Dit heeft nog nooit iemand voor mij gedaan. Toppunt van romantiek. Nou, zal ik hem openmaken, doen we het samen. Samen weer, toch? Ja, samen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hey! Oh. Kijk hoe ver hij is. Doen we het er goed of niet? Ja, toch? Ach. Doe ik het weer, zie je? Het zit echt in mijn systeem. Ja, jongen, dat is echt. Je bent een lopende ratelband, ga je. Ach. Doe ik het weer. Ja. Hoe kom jij daaraan? Ja, ik heb geen idee. Echt niet? Gewoon niet uit niks. Ja, gewoon echt uit het niks gewoon. Oh. Nou. Kijk, het is gewoon lekker makkelijk. Alles op het bord. Heerlijk. Oh, heb je zoveel kaarsjes neergelegd? Fuck you. Dus je bent wel romantisch, merk ik. Nee hoor. Zonnige snurk, dat gebeurt niet vaak meer in onze appartementen. En het is ook al een tijdje geleden dat de liefde bij twee koppels tegelijk toesloeg. Maar het voelt niet echt alsof de passie bij Cassidy en Mano op tafel staat. Kijk, dit zijn wel dadels. Dadels? Maar er staat ook maar 1 A. Dadels, ja. Ik kan niet zeggen dat het dadels is. Ik heb helemaal gelijk. Is het naar je nagel? Het is klaar, mijn nagel is eraf. Maar wat vond je van de eerste dag? Ja, het was wel oké. Alleen ik ben heel de tijd in mijn hoofd aan het twijfelen. Twijfels over wat? Och. Daar let ik toch op. Ja, kijk, ik vind het op zich wel een goede match. Gewoon. Maar niet omdat ik lekker ben. Nee. Er bestaat toch nog op onze leeftijd, hè? Ik kan toch nog verliefd worden op onze leeftijd. Ja. Lust en verliefdheid zijn voor Cassidy twee totaal verschillende dingen. En Mano heeft haar tot nu toe niet overtuigd dat hij hier is voor het tweede. Je bent echt een leuke meid. Mm-hmm. Ik zou wel wat dieper willen zoeken bij je. Nou ja. Mezelf wel wat meer openstellen naar jou toe. Ja. Stel jij je niet echt open? Nee, dat wil ik wel meer gaan doen. Ik denk dat ik jou wel meer te bieden heb. Ja? Ja. De eerste moment dat jij binnenkwam was het echt van, oh ja. Knappe jongen. Maar ik denk sowieso dat het voor mij deze avontuur voor mij wel echt hier is, toch? Ja. Voor mij is het meer van, als er mij te veel twijfels vallen, dan is het toch wel een rode vlag bij mijn hoofd van, nee, dan moet je het niet doen, Cassidy, snap je? Want anders gaat het fout. Ga ik naar de volgende? Zeg maar, ja. Nee, dan ga ik lekker spullen pakken. Sorry. Komt helemaal goed. Doei. Hij is knap, op zoek naar iets serieus en nog altijd single. Moeten we nog meer zeggen, dames? Of hebben jullie jou aangemeld? Ja, hè?
We snappen het hoor. Nou, lang levende single leven. Als dit geen ongeluk brengt, weet ik het ook niet. Vind jij het gestuntel van deze schoonheid juist ontzettend aantrekkelijk? En zie je veel meer in haar dan een prachtig plaatje? Geef je dan nu op en trakteer Cassidy op het avontuur met diepgang waar ze zo naar verlangt. Oh, kijk het. Kijk die ding op de bank. Oh, oh wat leuk. Heerlijk. Nou. Jeetje. Het einde van de... Van ons avontuur. Avontuur. Van ons dol, dwaas. Hier dan tenminste. Avontuur. Hier dan tenminste. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Ik kan wel zeggen, hoe heb jij het ervaren? Hoe? Ja, ik heb het wel vertellen. Dat het gewoon echt... Nee, ik heb het eerlijk ervaren, sowieso. Ja. Denk je dat dit echt de liefde is? Dit is echt liefde. Ja, hè? Ja. En dan gewoon onze droom komt uit. Wij gaan gewoon gelukkig worden met z'n tweeën. Ja, en dan begint het echt te leven. En dan zal ik heel snel van je gaan houden als het al niet zo ver is. Dat er in 4 dagen geen groeien. Ja, eigenlijk. Ongelooflijk. Echt. Ja. Nou, dan hebben we... Kijk. Oh, kijk, de beruchte. Dan hebben we hier de beruchte envelop. Ik denk dat jij hem het beste voor kan lezen. Oh, ik? Oeh, ja. Nou, ik ben benieuwd, lieve Blanca en Peter. Gefeliciteerd met jullie 4-daags verblijf. Jullie mogen naar een Fletcher Wellness Hotel. Een wellnesshotel. Oeh, ik kan beduinen. Waar is dat? Geen idee. Lieve groet, het team van Lang Leven de Liefde. Nou, dank jullie wel. Ja, sowieso. Nou, we zeggen... Dankjewel, huisje. We hebben er heel wat leuks aan overgehouden. Ja. Toch? Zeker. Wil jij ook naar buiten lopen met de liefde van je leven? Dat kan! Laat ons weten waar je naar op zoek bent. Dan gaan wij voor je aan de gang met het vinden van een leuke date. En jij ook bedankt. Ja, toch. Voor de mooie dagen. Nou. En op naar veel meer mooie dagen. Ah, dat komt er wel. Lang leven de liefde is vrij.